Ik vind het heerlijk om productief bezig te zijn en het beste uit mijn dag te halen. Vandaar dat ik in deze video een aantal tips met jullie ga delen. Hoe je het beste je time kunt managen en hoe je een productieve planning kunt maken. Dus ben je benieuwd naar de tips? Kijk dan vooral verder. Om te beginnen moet je eerst kunnen beseffen wat je nou precies met je tijd doet. Als je bijvoorbeeld grotendeels van je tijd op je telefoon of op je computer spendeert, dan kan je erachter komen wat jouw screen time is. Mocht dat een groot getal zijn, dan kan je bij jezelf nagaan van, is dit wel wat ik wil? Mijn school, mijn werk, alles gebeurt op mijn computer en op mijn telefoon. Dus mijn screentime ligt aardig hoog. Maar ik kan bijvoorbeeld met jezelf afspreken dat je maar een uurtje per dag op je telefoon mag. Als ik naar mijn eigen dagen kijk, vind ik het fijn om tijd te spenderen aan werk, aan vrije tijd, aan me-time. Eigenlijk gaat mijn lijst zo door. Wees eerlijk tegenover jezelf. Ben je bijvoorbeeld een enorme uitsteller? Geef dat aan jezelf toe. Als je het besefmoment hebt van, oh shit, ik ben echt alles aan het uitstellen, dan kan je daar aan werken. Dan kan je denken van, ja, wat doe je dan verkeerd? Kan je niet zo goed plannen? Kan je niet zo goed met je tijd omgaan? Zijn er dingen die ik op dit moment anders wil gaan aanpakken? Het zijn allemaal vragen die je aan jezelf kunt stellen die je verder kunnen helpen met je planning. Ik ben zo'n persoon die mijn tijd niet wilt verspillen. Dus ik probeer alles zo efficiënt mogelijk in te delen. Zelf rustmomenten plan ik in. Stel doelen en prioriteiten in je planning en maak je planning realistisch. Een planning staat niet vast. Het is meer een richtlijn van wat er allemaal gedaan moet worden. Kijk wat op dit moment belangrijk is. Als je bijvoorbeeld school erbij pakt van wat moet er nu gedaan worden. Of als je bepaalde dingen in huis moet doen van wat is nu op dit moment belangrijk. Zet dat bovenaan je planning en de rest volgt daarna. Ik heb heel snel de neiging om eerst de leuke dingen te gaan doen die op mijn to-do-lijst staan. Maar eigenlijk zijn de dingen die echt moeten veel belangrijker. Stel 3 grote prioriteiten voor die dag. Daar ligt dan je focus op en de rest is zeg maar bijzaak. Je kan het ook afwisselen. Stel je hebt grote taken op je lijst staan, maar ook wat kleinere taken. Doe eerst een grote taak, dan een wat kleinere taak. Of een taak wat makkelijker is en niet zoveel energie kost. En dan een moeilijke taak en zo wissel je het een beetje af. Een planning heeft geen nut als je het maar 1 keertje doet. Het moet echt in je routine komen. Maak bijvoorbeeld een maandelijkse planning, een wekelijkse planning en een dagelijkse planning. Zo weet je wat je bijvoorbeeld in die maand gedaan moet hebben. Je kan die planning altijd nog aanvullen. Dan de wekelijkse planning. Een week vliegt voorbij, dus noteer wat je die week gedaan wil hebben. En vervolgens zoom je in op de dag. Dus wat wil jij vandaag gedaan hebben? En ik vind het fijn om het dan de avond van tevoren te noteren van wat wil ik nou de volgende dag doen, zodat ik fris de dag kan beginnen. Misschien is het wel leuk om te laten zien hoe ik op dit moment mijn dagplanning maak. Ik heb deze planning gisteravond gemaakt, zodat ik er nu niet over na hoef te denken. Voor vandaag staat dit op de ochtend op de planning. Ik heb net een filmpje gemaakt voor een samenwerking. Dus dat kan ik zo al afvinken. Ik ga mijn mail checken. In de middag heb ik een afspraak. Ik heb geen idee hoe lang dat gaat duren. Dus ik heb er voor de rest nog leeg staan. En in de avond ga ik na een hele lange tijd weer afspreken met Chris. Dus dat staat in de avond op de planning. Zorg ervoor dat je planning zichtbaar is. Je kan ervoor kiezen om je planning in je telefoon te noteren. Maar grote kans is dat je daar niet naar gaat kijken. Dus mijn tip, schrijf het op een papiertje of in een notitieboek. En leg het op je bureau neer, op je nachtkastje of op een plek waar je je planning sowieso gaat zien. Dan word je elke keer geremind van, oh ja, dat moet ik vandaag doen. Wat ook voor mij helpt is om een timer aan te zetten. Dus stel je wilt je kamer opruimen, maar je wilt daar niet langer dan 30 minuten voor inplannen. Zet een timer en binnen 30 minuten moet je klaar zijn. Dan ben je actief en productief bezig en voordat je het weet zijn die 30 minuten om en is je kamer helemaal opgeruimd. Niet iedereen is een ster in plannen. Ik leer elke dag ook weer nieuwe dingen als het gaat om planningen maken. Maar vind een manier van plannen dat voor jou werkt. Je kan een algemene to-do-lijst maken. Je kan ervoor kiezen om je planning op te delen in verschillende tijdsvakken. Zo maak je een soort van roostertje voor jezelf. Als ik dat doe, gebruik ik heel vaak de app Google Calendar. Hij staat op mijn telefoon
en ook op mijn computer. En daar kan je ook notificaties instellen als reminder van hey, dat moet je over een half uurtje doen, bij wijze van spreken. Of je kan het natuurlijk ook op papier schrijven, dat je tijdsvakken voor jezelf maakt. Maar hier moet je ook rekening mee houden dat je het realistisch inplant en niet maar een uurtje inplannen voor een taak wat misschien de hele dag kost. Een weekplanning kan fijn zijn. Je hebt heel veel van die bureauplanners met een weekoverzicht. En een agenda kan natuurlijk ook. Er zijn heel veel variaties wat betreft planningen. Probeer van alles en nog wat uit en kijk wat voor jou het beste werkt. Zorg ervoor dat je een beetje structuur in je week hebt. Ik begin 9 van de 10 keer mijn ochtend enorm productief. Ik vind het fijn om in de ochtend mijn video's op te nemen, zodat ik er heel veel energie voor heb. En de rest van de middag doe ik mijn andere taken, zoals boodschappen, ander soort werk. Noem het maar op. En als je een beetje structuur in je week hebt, stel je gaat elke ochtend een beetje leren of elke middag een beetje leren of elke avond. Het ligt echt aan je eigen situatie. Dan merk je dat je heel erg gewend raakt aan de structuur, de planning. Het wordt een routine. Wat ik ook heel erg fijn vind om te doen is om op de afgelopen week te reflecteren. Dus hoe heb ik mijn planning gemaakt? Heb ik me eraan kunnen houden? Is er iets tussen gekomen? Hiermee zorg ik ervoor dat ik in de toekomst mijn planning beter kan maken en mijn tijd beter kan inschatten. Want als ik bijvoorbeeld een activiteit voor het eerst doe, dan weet ik misschien niet hoe lang ik ermee bezig zal zijn. Dus zo kan je een beetje op jezelf reflecteren. En dat vind ik heel erg fijn. Hou je to-do-lijst kort en realistisch. Ik zeg al heel vaak dat iets realistisch moet zijn. Het is bij mij zo vaak voorgekomen dat ik echt een shitload aan dingen had opgeschreven. En dat ik er gewoon niet aan toe kwam. En dat vind ik heel erg naar. Want dan heb je het gevoel dat je dag niet productief was. Terwijl je waarschijnlijk heel veel hebt gedaan. Dus hou het realistisch. Ze zeggen wel eens vrouwen kunnen multitasken. Nee, dat kunnen wij niet. Tijdens mijn opleiding heb ik een beetje psychologie gehad. En wij mensen kunnen niet multitasken. Het lijkt alsof we dat kunnen. Maar dat kunnen wij niet. Je kan je beter op één ding focussen en daar al je aandacht aan besteden. Dan dat je 10.000 dingen tegelijk gaat doen. Want dan kost het veel meer tijd en energie. En als je zegt, ja dat kan ik wel. Let maar eens op. Je bent er gewoon veel langer mee bezig. Je kan bijvoorbeeld niet studeren en YouTube filmpjes kijken tegelijkertijd. Je aandacht is toch dan misschien meer op het filmpje gericht. Dan op je leerstof. Dus kijk bijvoorbeeld eerst even een filmpje af. En duik dan in je boeken of andersom. Neem voldoende rustmomenten. Ik heb heel erg de neiging om constant bezig te zijn. En soms vergeet ik dan rust voor mezelf te nemen. Voor mij is het dan van belang om echt mijn rustmomenten in te plannen. Dat je in mijn planning ziet staan van nu ga je even chillen of wat dan ook. Want intensieve activiteiten zijn gewoon heel erg vermoeiend. En kosten je heel veel energie. Bijvoorbeeld na het maken van een video ben ik heel erg moe. Dus dan ga ik gewoon eventjes lekker relaxen. En het is helemaal oké om eventjes rust te nemen. Want dan heb je weer voldoende energie om een nieuwe activiteit uit te voeren. Anders doe je je activiteit half. En dat is ook niet de bedoeling. Zorg voor een goede balans. Ga niet de hele dag door enorm productief bezig zijn. Want dat is echt slopend, geloof mij maar. Maar ga bijvoorbeeld 2 uur lang je to-do-lijst afwerken. En ga dan eventjes iets doen waarvan je oplaat. En dan ga je weer verder. Luister naar je lichaam, voel je lichaam aan. En zorg voor de perfecte balans dat voor jou chill is. Dan is afleiding een hele grote boosdoener. En met afleiding bedoel ik social media. Ik heb heel snel de neiging om mijn telefoon te pakken en uren op social media te spenderen. Nee, wat ik al eerder in deze video zei. Spreek met jezelf af hoe lang je per dag op je telefoon mag zitten. Voor ontspanning is het helemaal prima, maar het moet geen afleiding zijn. Doe desnoods je telefoon uit. Zet hem op vliegtuigstand. En wat ik ook heel erg fijn vind, is om een rustige en opgeruimde werkomgeving te hebben. Als ik aan school zit of aan het werk ben, vind ik het fijn om een opgeruimd bureau te hebben. Waar ik gewoon lekker aan het werk kan zijn. Mijn allerlaatste tip is, doe het gewoon. Je zal jezelf echt dankbaar zijn als jij lekker productief aan de slag bent geweest. Tuurlijk heb ik ook een dag dat ik eventjes geen zin heb om dingen uit te gaan voeren. Maar dat is gewoon de realiteit. Misschien lijkt het zo dat ik elke dag echt mega productief ben. Ja, ik wil gewoon het beste uit mijn dag halen. Ik wil mijn dag nuttig spenderen.
Soms heb je mindere dagen, maar dat hoort er ook bij. Ik hoop dat jullie iets aan deze tips hebben gehad. Mocht jij nog een andere tip hebben die heel erg bruikbaar zal zijn, laat het dan hieronder in de reacties weten. Misschien kunnen wij elkaar helpen. Mocht je meer van mij willen zien, volg me dan op Instagram. En dan wil ik je bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!